begrijpelijk plan, hè? We hebben een enorme woningbehoefte. Misschien de komende 40 jaar meer dan 2 miljoen huizen erbij. Ja, die kun je allemaal in de Randstad kun je die plaatsen, in hoge dichtheden. Maar het ligt natuurlijk meer voor de hand om dat wat meer te gaan spreiden. En dan, ja, dan hoort natuurlijk ook wel openbaar vervoer hoort daarbij. En dat is ook een lang gekoesterde wens van de noordelijke provincies om goed aangesloten te raken bij het westen. Dat zal ook de economie verder versterken. Dus ja, dat ze deze combinatie nu kiezen, ligt eigenlijk voor de hand. Maar in de eerdere instantie werd al gezegd, toegezegd van we gaan 100.000 woningen bouwen. Daar komt dan dus nu, of dan heb ik het even over Flevoland in het bijzonder. Daar zou dan nu nog weer 80.000 bij komen. Is dat überhaupt wel haalbaar, zulke volumes? Nou, die volumes zijn natuurlijk wel haalbaar. Je moet alleen even kijken in de tijdsperiode waarin je dat ontwikkelt. Ja, we zitten nu op een productie van rond de 70.000, exclusief transformatie. Nou, het moet Landelijk naar is dat dan, hè? 100.000. Ja, landelijk, maar dan kan je er dus in 10 jaar zuider 1 miljoen neer kunnen ontwikkelen. Nou, dan kunnen natuurlijk best een paar honderdduizend buiten de Randstad. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Het moet kunnen. Die Lelylijn en ook de IJmeerlijn, dat is de verbinding tussen Amsterdam en Almere, dat is toch wel een voorwaarde voor de provincie Flevoland om te zeggen van ja, dan gaan wij die extra huizen bouwen. Begrijpt u dat die voorwaarde zo wordt neergelegd? Ja, dat denk ik, vind ik wel logische voorwaarden. Als je dat niet doet, dan krijg je nog groter verkeersinfarct richting Utrecht en Amsterdam. Dus je moet daar een goed alternatief kunnen bieden. En in de vorm van het openbaar vervoer kan dat ook. En dat geldt trouwens ook in de steden. Daar bouwen we natuurlijk ook heel veel woningen extra. Maar ook daar wordt extra infrastructuur, er worden parken aangelegd en stations en dergelijke. Dus eigenlijk waar je dat ook doet, woningbouw, daar hoort gewoon infrastructuur bij. Dus dat is niet alleen voor de noordelijke provincies het geval. En dat hebben de generaties voor ons natuurlijk ook altijd wel gedaan, hè? Die hebben ook geïnvesteerd in ruimtelijke ontwikkelingen. En ja, kijk, een paar woningen neerzetten, dat kan altijd. Maar met deze aantallen, ja, daar horen ook de voorzieningen bij, de infrastructuur en de verbindingen. Ja, maar dat is dus dan uiteindelijk een politieke keuze. Want ga je de steden verder verdichten om de woningnood op te lossen? Of ga je het beetje vrije ruimte slash natuur dat er nog is in Nederland, ga je daarin bouwen? Dat is zeker waar. Het is een politieke keuze. Waar wil je bouwen en voor wie? We zijn eigenlijk vergeten Nederland fatsoenlijk in te richten. We dachten dat Nederland klaar was. Hè. 10, 15 jaar geleden hebben we het ministerie opgeheven in 2010. We hebben ook geen ruimtelijke visies meer, echte ruimtelijke nota's zoals we in het verleden altijd hebben gehad. Met het idee van Nederland is af. Nou ja, als er nu één ding blijkt de laatste paar jaar, is dat Nederland verre van af is. Hè. We hebben een probleem met de landbouw, we hebben grote problemen met de natuur. De biodiversiteit staat zwaar onder druk, dus daar moeten we echt iets gaan doen. Het is 5 over 12 in natuurgebieden. Nou, we hebben een nieuwe opgave in de vorm van energie. Ja, en dan hebben we ook nog te maken met waterbergingen. Nederland wordt droger en natter tegelijk. Dus daar hebben we gewoon waterbekkens en spaarbekkens voor nodig om dat op te vangen en te gebruiken als het droog wordt. En dat vergt allemaal ruimte. Dus we moeten er nieuwe afwegingen gaan maken. En het mooie is, je kunt een aantal van die dingen ook gewoon combineren. Dus ja, dan kun je meerdere doelen kun je realiseren.